Oh ja, en voor het geval je afvraagt, trouwens Link, waarom ben je eigenlijk blond? Want in de video die je hebt gemaakt, weet je wel, dan ging je voor niet blond, dan ging je voor grijs, weet je wel. Dan snap ik volledig dat je dat denkt. Welcome back to Soup! Super Mario Maker, welcome back to Soup! Super Mario Maker, what up? It's Dashy, and welcome back, it's back to another Super Mario Maker. En ja, dat is Link en hij is blond. Hey jongens, koop nu allemaal op www.linkdijk.nl een hele mooie strandhanddoek. Koop hem allemaal, kijk eens hoe mooi. Kijk nou gewoon even hoe mooi het is. Kijk nou. Nou, als dat niet mooi is en zeker ook mooi in focus, kijk eens aan. Nou, die geven een harm. Deze is ook lekker warm. Harm houdt van lekkere warme strandhanddoeken die je natuurlijk nodig hebt. Tijdens het strand, ja hoor. Perfect, ook voor Harm. Kijk eens aan. Het is een mannen- en vrouwenmodel. En de handdoek ook. Hey, dat vond ik een leuk grapje. Laten we lekker spelen. We gaan voor de grap de 100 leven challenge doen in moeilijk. Om gewoon even kijken of er wat leuke, moeilijke mapjes zitten. Vermoedelijk niet, maar we gaan het proberen. En ik heb Dashy bij me, dus Dashy gaat me helpen. Ga maar even helpen. Ja, perfect. Impossible. Nou, die jongen, te beginnen wel hoor. Ja hoor, leuk. Dit mapje moet nou weer onmogelijk zijn. Hallo, yo mensen. Wat een... Ja, de... Oh mijn god, Jezus, hallo, wat is hier gaande? Oh my god, een secret, hallo. Wat is dit? Als dit nu een sterretje komt, of een wat dan ook. Oh my god, it's Amy Bennett. Oh my god, rennen voor het leven. Oh mijn god, anders was je gewoon dood. Anders was ik dood. Oké, laat het einde zijn van het level. Een buis. Of een deur. We gaan door de deur. Ik heb geen idee of dat... Oh my fucking god. Oh god, daar gaan we. We gaan omhoog. Ja hoor, we hebben hem gehaald. Zonder dat ene kutplantje. Laten we gaan. Let's do this. Oké, zou hier wat zitten? Nee, oké. Bowser is daar. Oké, oh, daar zit ook nog een power-up. Oh god. Nu moeten we hem halen. Oh my god, we hebben net gehad. Oké, chill. Oh god. Prima te halen. Oké, goed concentreren. Oh mijn god, wat doet Bowser hier? Flikker toch ophouden met je dikke hoofd. Nu zijn we Zelda. Hebben we nog hier een secret? Nee, kak! Kak. Ja, kak, dat was heel kak. Zou hier dan nog ergens een secret zijn of... Oh, ja hoor. Ja hoor, kom maar bij de Secret Valley. Ja, maar daar zit... Hoe kom... Oh god. Oké. Niks aan de hand. Kak, ik kom daar niet bij. Die jump is veel te hoog voor mij. Oké, we gaan het bouncy. Kijken of daar wat zit. Oh god. Oh jezus. Oké, go. Boek. Oh, hier hebben we sowieso die power-up voor nodig. We hebben sowieso die ene... Oké, we hebben diezelfde power-up nodig. En dan kunnen we hem halen. Boek. Ja hoor, we got him. Geef me maar een mooie Linky. Ha, ja, let's go. Toedeledoki. Ja, kom maar, wordt maar even geraakt. Interesseert me vrij weinig. En we gaan weer naar boven. Om Zelda te halen. Dat zien ze, jodio mensen. En in de buis. Lekker, oké. Oké, meteen boeken. Meteen... Oh, nee, wacht. Weet ik even wachten. Ja, en nu boeken. Boek. Oké, dan worden we hier geraakt zo meteen. Geen probleem, Alibé. Mokkelflavor. Ja hoor, we hebben hem Are you fucking kidding me? Kut level. Nou, heb ik 3 levens al gespeeld. Leuk. De Goomba Castle. Oké. Oh, één wat kunnen is het deurtje ingaan. Waar komen wij? Oh mijn god. Wat is hier gaande? Wil ik hier ingaan zijn? Oh jezus. Oh my god. Dit is veel te wild. Dit is veel te wild. Ik heb het gevoel dat ik sneller moet zijn. Oké, ik moet meteen. En dan deze omhoog gooien. Nice. Oké. Dan kunnen we hier komen. En als het goed is, komen hier denk ik ook wel Goombas uit. Of niet? Oké, hier komen geen Goombas uit. Nice. Oké, we hebben uiteindelijk een sleutel. Ik denk dat de grote Goomba. Daar is natuurlijk de sleutel in. Hoppakee. We got him. Oh, kut. Nou heb ik die getriggerd. Oké. Ik weet wat ik moet doen. En Kobe omhoog. En hoppakee. Nice. En dan gaan we hier op jouw hoofd springen. Ja, nice. En dan gaan we jou eventjes meenemen. Voor het geval we een hele lieve vriend toevallig tegen gaan komen. En die er wel kunnen counteren. Nee, dat is niet nodig. In de deur maar hoor. Ja, daar gaat hij. Oh mijn god, dat was het level. Weet je, dat is nou echt... Dit is nou echt een level die niet bij hard hoort. What the fuck is deze shit? Nou, wat geen shit is, is deze hele mooie handdoek die je kan kopen op www.linktijg.nl. Geen wereldrecord, maar we hebben hem wel gehad. Nieuw leveltje. Ik zie daar al een mannetje met een wolkje. Ik ben benieuwd wat hij... Oh, fuck, dat zit ik nou vast. Wat is hier gebeurd? Ik zit vast! What the fuck? Wat gebeurde er? Holy shit, ik zat vast. Nou, dat gebeurt me hopelijk niet nog een keer. Oké, objectief nou met je hoofd. En wat zit hierin? Een ster. Ja, kom maar hoor.
Kom maar bij Ome Link. Plok, plok, plok. Ik plok jullie allemaal. Ik plok jullie allemaal. Geef me maar die leventjes. Kom maar hoor. Ja, even allemaal doodmaken. Even allemaal doodmaken. Ja hoor, gaan we verder. Dit gaat lekker. Ik ga lekker. Oké, gaan we een beetje naar boven gaan? Oh, hier is het einde al. Hier is het einde al. Ja hoor. Kijk, dit zijn nou echt de kwalitatiefste levels van heel de wereld. Wil je nog meer wat kwalitatiefs hebben? Koop dan deze mooie strandhanddoek op www.blinktech.nl. Nou, wat hebben we hier voor kwalitatieve shit? Wat kunnen wij hier verwachten? Wat zou hier staan? We gaan met het steentje hier omhoog. Wat kunnen we hier doen? Helemaal niks. Nou, we kunnen wel alle muntjes hier zo zien te krijgen. En dan hebben we dat geactiveerd. Oh, dit is een mini-pus of zo. This looks good. Oké, misschien had ik die wel mee moeten nemen. Maar daar ben ik nu te laat voor. Oké, wat zit hierin? Een spring. En als we dan deze activeren, dan komt dat uit de kanon. Wat dan uiteindelijk naar ons. Kijk, een shell. Oh, ja, die hebben we. Kunnen we nog eentje krijgen? Nice, die willen we best wel graag hebben. Oké, even wachten, even wachten, even wachten. En, oh god, we staan erop. Dat is niet de bedoeling. Oké, en die hebben, oh, wat een, dit is een nice puzzelmappie zeg. Als we hier gaan, dan kunnen we doodgaan. Nou, dat weet ik jammer genoeg niet. Oké, dan komen we hier zo terecht. It's looking good. Oh god, dan ben ik groot. Ah, kaksoi, kaksoi. Oké, maakt niet uit. Oh, oké. Go, go, go. Boek, 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 boek. Oké, dan kunnen we hier naar binnen. En dan hebben we een, oké, dan, dan kunnen we de P-switch activeren. Dan kunnen we hier als het goed is meteen naar binnen. Dan kunnen we hier naar binnen. Kaksoi, 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 kaksoi. Oh jezus, wat heb ik gedaan dan? Oké, ik heb geen idee. We gaan even, als het goed is, kan ik met die deur kan ik resetten, denk ik. Of hoop ik. Ik kan deze deur als het goed is in, als ik hier net op het randje die. Ja hoor, we kunnen het Oké, dit is een resetdeur. Maar deze kan niet volledig resetten. Ja, kijk, ik kan dit resetten. Maar ik kan niet resetten dat hier wat uitkomt of zo. Ja, kijk, ik kan dit ding resetten. Maar niet de spring die ik had moeten krijgen. So I guess I fucked up and now I have to die for my gratitude. YOLO waterpolo. We got this boy. Oké, dan kunnen we hierin. Nou, dan gaan we hier naar binnen. Cool, tof, gezellig. Oké, wat we kunnen doen is we kunnen op deze... Kijk, we kunnen deze cheaten door middel van hier op te staan. Dan gaan we terug. Dan gaan we deze hier zo neerzetten. Nee, kut, kut, spring. Oké, en dan kunnen we als het goed is erin. Ja hoor, op de P-switch staan. En dan kijk. Oh, holy shit. Ik hoop dat dit een cheese was. Ik hoop echt dat dit een cheese was. Oké, dan kunnen we dit buisje in. Als dit een cheese was. Oh my god, checkpoint. Ik denk dat ze het hebben gecheese. Want wat je maar kan doen, is op een P-switch staan. Als je die P-switch hebt of in ieder geval op hebt gestaan, dan reset die. Dan komt die terug. En dan is het nog steeds geactiveerd. Maar dan heb je dus een nieuwe P-switch. En op een P-switch kan je staan door middel van op een deur te komen. Oh god, ik doe dit. Trouwens, die bom maar helemaal verkeerd. Die moet hier. En Kobe. Ja, oké, dan niet. Oh, we hebben er eentje geraakt. Nice. Oké, nou, sacrifice onszelf wel. Ah, kak, kak, kak. Oké, dat had ik niet moeten doen. Huh. Oh, nee, nee. Oké. Rustig aan, Link. Rustig aan. Niks aan het handje. Huh. Oh, god. Oké, iets te vroeg. Poek. Ah, oké, weer te vroeg, weer te vroeg. Een beetje de timing weten. Oké, 3, 2, 1. Pok. Oh, perfect timing. Wat komt eruit? Een Veerenti. Ja hoor, dan weet ik al wat we moeten doen. Dan weet ik het al. We moeten... Hoppakee. En, oh, dat was niet de bedoeling. Deze dingen kunnen we niet zo kapot maken. Voor mij moeten we vliegen. En deze dingen destroyen zo. Oké, dat gaan we doen. Oké, en dan... kak, kak, kak. Oké, dat was niet de bedoeling. Vliegen kan ik niet meer hoor. Vroeger kon ik dat wel, maar nu kan ik het echt niet meer. Als je heel hard gaat, dan kan je dus... heel veel damage doen. Oh, daar gaan we. Oh my god, ik had hem bijna. Oh my god, ik had hem bijna. Oh my god. Oh god, ik had hem bijna, maar ik weet niet hoe ik het deed. Oh, daar gaan we. Ah, kak, zo. Ik had hem net. Oh, daar gaan we. Ja hoor, we hebben hem. We hebben hem. We zijn er overheen gevlogen. Ik heb nog steeds geen idee hoe ik het deed. But I did it. Oh, nog een checkpoint. Ja, lach maar hoor. Lach maar. Geef me die Jonesje maar. Geef hem alles maar aan het leven. Hoppakee, kunnen we hier doorheen? Jonesje, help ons even. Help ons even, Jonesje. Hop. Jonesje, help ons even. Ja, perfect. Oh god, dan gaan we hierin springen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Kom op, Jonesje. Ja hoor. En dan moeten we hier tijdens deze bom zien te activeren. Hoe dan? Hadden we een bom mee moeten nemen? Are you fucking kidding me, ouwe? Ik heb zo'n gevoel dat we een bom mee moesten nemen van de andere kant. Kak, sorry. Dat is zo lastig. Oh my god. Dat kan ik echt niet... Ik kan me echt niet bedenken dat we dit moeten gaan doen, ouwe. Holy shit. Het staat helemaal nergens op. Oh, maar ik... Nee, dat kan niet. Want ik kan niet eens terug. Ik kan niet eens terug. Ik zat niet met superpowers. Kan ik niet eens met de fucking ster... Kan ik deze ding niet eens kapot maken? Dat wist ik niet. Oh ja, tuurlijk wel. Tuurlijk kan ik dat niet kapot maken. Maar waar moet ik dan heen? Want hier heb je een checkpoint. Dus het moet mogelijk zijn vanaf hier. Oh ja, ik weet het al. Ik moet het vuur oppakken. Kom maar. Kak. Dat weet ik niet. Ik wil het vuur hebben. Oh. Ik kan het wel springs pakken. Wat? Kijk, ik heb een vuur. En Kobe. Ja hoor, dat was de oplossing. Ik heb hem. Ik heb de oplossing. Ik ben de oplossing.
Kom maar, Link. Kom maar. Ja, we gaan er doorheen. En dan hebben we de sleutels en de finish. Holy fucking shit. Dit was echt een nare puzzellevel, maar ik heb hem gehaald. En ik heb 99 levens over. Holy shit. We doen er nog één level. Nog één leveltje. Nog eentje dan. 3 levels gehaald. 1 leven kwijt. Gaat lekker. Oh ja, en voor het geval je afvraagt. Trouwens, Link, waarom ben je eigenlijk blond? Want in de video die je hebt gemaakt, weet je wel. Dan ging je voor niet blond. Dan ging je voor grijs, weet je wel. Dan snap ik volledig dat je dat denkt. Nou, de verf was dus niet permanent. En dat je denkt van, ja, maar waarom ben je dan niet meer normaal bruin geworden? Nou, dat komt omdat het gebleekt is. En als je haar bleekt, dan wordt het dus blond. Ja, dat is dus gebeurd. En dat is de reden waarom... Oh my god. Oh mijn god. Oh my... Oh, wat is deze heks? Wat was die heks? Wat was die heks? Ik heb geen idee wat er gaande was. Ik heb geen idee wat die gaande was. Ik hou van mijn leven. Maar ja, dat is dus gaande. En ja, mijn haar blijft nog eventjes voorlopig FK. What the fuck is dit level? Mijn haar blijft dus nog volledig eventjes blond. Vind je het leuk? Mooi? Vind je het niet leuk? Nou, dat is kut. Beetje een erger ding in de wereld dan mijn haar. Heb je ooit wel eens Harms haar gezien? Nee? Oké. Nou, dit is een foto van de Harm die momenteel zijn haar is. Nou, ben je daar blij mee? Nee. Oh, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Oké, nu deed ik het goed. Nu deed ik het perfect. Ja, ja. Ja. Oh, kak. Dit is zo kut, ouwe. Ik moet eigenlijk gewoon overheen springen. Oké, hier gaan we dan. Oké, grote jump. Grote jump. Troll. Ja hoor, we got him. Ah, kak. Oh, daar is de finish. Zie je dat kleine stukje? Dat is de finish. Finish is daar. De finish is daar. Als ik de finish niet zag, dan had ik hem misschien geskipt. Maar ik zag de finish, hoor. Ja hoor, deze man ziet hem. En wordt gretig. Hij wil hem nu ook heel graag hebben. Daar gaan we. Daar gaan we. Oké, en dan... Oh, kak. Deze heb ik niet. Ah, ik zag hem al. Ik deed zeg maar te weinig jump power. Kak. Oh, daar gaan we. Nee, kak. Oh, kak. Ik had het weer niet. Ik had het niet aangedrukt. Oh, daar gaan we. Oh my god. En nu had ik hem daar niet in. Oh my god, ouwe. Mijn levens gaan echt gewoon de pijp in. Ik hou helemaal niet eens van pijpen. Oh god, daar zijn we. Daar zijn we. Daar zijn we. Oké, dan moet ik hier weer overheen springen. En dan moet ik op deze springen. En op deze. En dan fuck de rest. Hoppakee. 3 levens erbij. 93 levels. Levens hebben we erover, niet levels, levens. Deze hardrun gaat best wel goed, Dash. Vind je ook niet? Ja, hè? Zijn allemaal niet sterwaardig? Oké, de voor was misschien wel een beetje sterwaardig, maar ook weer niet. Oh, zijn we level... Nee, we gaan nog niet beginnen, hè? Hold on. We zijn bij level 5. Ja, maar dat doen we gewoon de andere aflevering. De mooie strandhanddoek kan je hier naast me kopen. En daarnaast kun je ook op me abonneren. En daarboven kan je een nieuwe video kijken. Je merkt dan meteen dat ik veel beter ben dan in het spel dan vroeger. Want ik ben nog bij level 5 en ik ben nog niet eens 10 levens kwijt. Nou, ik ben hartstikke goed. Doe een duimpje omhoog en bedankt voor het kopen van de strandhanddoek. Later.